Ik hoor dat eigenlijk, uh, Oekraïners vertrouwen de Russen niet. Uh, ze liegen, ze bedriegen, mm -hmm. ze manipuleren. Lavrov zei dat ze Oekraïnen zijn, niet binnengevallen. Ja. Dus uh, van de gewone burgers is er weinig vertrouwen in deze fase van onderhandeling. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant zie je dat die terreur, dat blijft, of er wel of niet onderhandeld wordt. Vandaag was er een busje van het Rode Kruis beschoten onderweg naar Mykolaiv. Elke dag vallen zoveel doden. Wonbike, uh, ziekenhuis. Ja, die, dat blijft vreselijk. En Oekraïners vrezen dat. Um, ik, ik weet niet of ik het uh, mee eens ben dat het nabij is, uh, het einde. Uh, zo lijkt het niet voor Oekraïners, vooral die daar zitten. Nee.